Het Nationaal Coördinatiecentrum Suriname voor Rampenbeheersing, NCCR, gaat zich serieus buigen over het rampenbeheersingssysteem. Dit zal in samenwerking met diverse andere instanties en organisaties gebeuren. Volgens de leiding van het NCCR moet het huidige rampenbeheersingssysteem aangepast worden. In dat kader heeft de organisatie vandaag een inception meeting gehouden, waarbij met name districtscommissarissen informatie kregen over de aanpassingen die gepleegd moeten worden. Ook het te volgen traject is uitgebreid besproken. Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, benadrukt dat de participatie van de districtscommissariaten enorm belangrijk is voor het realiseren van dit project. Het personeel van de verschillende commissariaten zal daarom getraind worden. Dus dit hele gebeuren zullen wij dus samen met de districtscommissariaten weer in ogenschouw nemen, weer gaan testen, werkt het, functioneert het, etc. En als tweede zullen wij de communities in de districten trainen, zodat de communities zichzelf ook een beetje kunnen redden en zichzelf ook een beetje kunnen voorbereiden. Dus het is een plan die uiteindelijk de communities gaat trainen, de districtscommissarissen en hun team gaan trainen. En in zijn algemeenheid natuurlijk, als alle districten een goed rampenplan hebben, dan heeft Suriname ook een nationaal rampenplan. Dus dat is de bedoeling van dit project. Slijngaard laat verder weten dat rampen in de toekomst niet uitgesloten zijn voor Suriname. Hoewel de Surinaamse gemeenschap niet angstig hoeft te zijn, zegt hij dat ze wel goed voorbereid moet zijn op mogelijke calamiteiten. Imdrinidreksi waktisiki, want dat is de slogan van ons. En wat wij proberen te doen is om de mensen zodanig te trainen dat ze juist niet bang zijn. Toch? Kijk, als je bijvoorbeeld thuis je vrede omdat voerman kan kunnen zoals zij het doen. Je drinkt er eens die wacht zich. Je pot die vereiser, je pot alarm naar de sanatie, zodat die kan schrijven zijn morgen, sweet die pot de sanatie. Maar dat wil niet zeggen dat de sanat nooit nog sa, akampsa. En if apsa, dan heb je je voorbereid en dan weet je ongeveer wat je moet doen. Dus de acties die wij nemen zijn acties die nog een keer Suriname moeten voorbereiden over alle geledingen om zich voor te bereiden op mogelijke calamiteiten die ons kunnen treffen. Het zij vanwege climate change, maar het kan ook anders zijn dat menselijk handelen of menselijk falen ervoor zorgen dat we dus calamiteiten krijgen die we negatieve gevolgen kunnen hebben en dat willen we zoveel mogelijk beperken. Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Centrum voor Rampenbeheersing. Dit instituut vindt dat het rampenbeheersingssysteem van Suriname aangepast moet worden. Het zal daarom samen met meerdere organisaties hieraan werken.